Mijn naam is Jan Kolen, directeur bij Rozenboom Ede. Rozenboom is 70 jaar geleden opgericht, een familiebedrijf diep geworteld in de Edese samenleving. Wij werken met 140 mensen door heel Nederland, in de aannemerij en in het transport. Transport hebben wij horizontaal transport, zwaartransport en verticaal transport. In de aannemerij werken we in de grondweg- en waterbouw, in de asbest, sloop en grondsaneringen en in de aanleg van duurzame stadsverwarmingsnetwerken. Wat ons bijzonder maakt, zijn niet onze mooie oranje machines, maar onze vakkundige mensen, mijn collega's. We zijn hier grond aan het vlak maken voor het toekomstige parkeerterrein. En dat doen we veilig, snel en goed. We zitten in een warmteleiding en we hebben een warme werksfeer. En wij gaan er met z'n allen voor zorgen dat de vele huishoudens er aankomende winter weer lekker warmpje bij kunnen zitten. Wij doen het anders, wij doen het goed. We zijn gemotiveerd. We zijn één team. Werken bij Rozenboom is gaaf en uitdagend. Waar je nu naar kijkt, dat is een stukje oude historie. Hier is het allemaal begonnen. Binnen enkele weken gaan we nieuw bouwen. Komt hier een einde aan, maar gaan we door voor een nieuw begin. Er komt 2000 vierkante meter kantoorgebouw bij en het complete terrein wordt opnieuw ingedeeld. Op deze wijze zijn wij weer klaar voor de toekomst. Wij lopen voorop in duurzaamheid en innovatie, maar dat doen we wel met beide benen op de grond.